Door middel van interactieve workshops en films konden Westlandse kinderen woensdagmiddag in Den Haald kennis maken met de cultuur van Midden-Amerika. Deze middag was georganiseerd door Adventure, de Costa Ricaanse onderneming van Maasdijker Ed Smit. Ja, ik ben hier om twee redenen. Ik zit in de tuinbouw in Costa Rica en ik zit in het toerisme. Het toerisme is een beetje begonnen als hobby, vooral omdat we met allerlei projecten bezig waren, eigenlijk vanuit de tuinbouw al. En rondom die projecten hebben we een jaar of vijf geleden een reisbureau opgebouwd. Daar staan we nu met de vijf jaar staan we ermee op de vakantiebeurs. En daar hebben we dit jaar de meest duurzame stand gebouwd. De meest duurzame stand wil zeggen dat we echt over alle details hebben nagedacht. Dus we hebben een actie trapje-sapje. Trapje-sapje wil zeggen dat we met bamboe fietsen, met blenders, organische vruchtensapjes in elkaar hebben gedraaid. Dat was de gimmick. Maar we staan er vooral met een heel aantal projecten uit Midden-Amerika die leuk zijn en iets van duurzaamheid in zich hebben. De kinderen konden onder meer hout bewerken, breien met bijzondere patronen en kunstzinnige dingen maken uit afval. Je kon er schilderen met die vlinder of je kon een toucan of andere dingen schilderen. Je kon een armbandje maken. Ja, ik weet niet waar die is, maar dat kon je wel doen. En je kon een filmpje kijken en nog heel veel andere dingen. Nou, hier heb ik dit is uit Costa Rica. Dit is het Costa Ricaanse bier. Het is Imperial. Daar maakt hij vlinders van. Dat is heel simpel. Ik heb er hier nog een. Dat is dezelfde vlinder, maar dan ongeschilderd. Dat is gemaakt van een wat bekende merk voor ons, dat is Heineken. Donderdag en vrijdag gaat Adventure naar diverse scholen in Westland en Oostland. Hier in het Westland gaan we naar de Vlieten in de Lier. We gaan naar de Schakel in Maasdijk, naar de Sint-Jozefschool in Hoek van Holland en naar de Ouverture morgen in Naaldwijk.